Maar eerst, het zal u niet ontgaan zijn. De lente is er vroeg bij dit jaar. In de natuur ging alles de afgelopen week in de hoogste versnelling. Krokussen in de middenberm, vogelgeluiden in de vroege morgen en rokjesdag in februari. Bij ons de man die we regelmatig voorbij zagen komen in de video's van Flora, Fauna en Franklin. Maar we kennen hem vooral als oud-boswachter en natuurfan voor het leven, Harry Koster. Harry, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom terug. Harry, waar zat jij de afgelopen dagen vooral? In de tuin. En een beetje rondlopen op het Smalenbroek en strooiing, de eerste vogelgeluiden. Ja, is dat prachtig. Is dat een primaire levensbehoefte voor jou? Dat wel. Het begint toch net als de natuur, hè? De tuin, maar ook de natuur begint toch wel te kriebelen. Ja, ja, ja. Ja. Even als we dat concretiseren, hoeveel uur op een dag zit Harry Koster met dit soort weer buiten? Met dit weer? Nou, 6, 7. Ja, dan ben ik toch wel heel veel buiten. Ja, ja, ja. Dank dat je dan voor ons een uitzondering wil maken en even hier in dit hol wil zitten. Nee, dat hoort erbij. Maar niet alleen werk hoor, maar ook lekker zitten. Ja, dus ontspannen. Precies, ja, met de beentjes omhoog. Hey, jij kijkt met een expert ogen naar de natuur en wat er gebeurt. Wat valt jou nou vooral op in deze tijd? Nou, wat natuurlijk opvalt. Het voorjaar heel plotseling. Zo zit je op het ijs, lopen we op het ijs en een week later eet je ijs. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja, maar ook die 20 graden tegen de 20 graden aan in half februari, eind februari, dat is toch wel bijzonder. Maar het is toch wel een beetje het nieuwe normaal aan het worden in de natuur. De temperaturen zijn vroeger warmer dan, zeg maar, zijn eerder warmer dan vroeger? Dat is een beetje moeilijk te formuleren. Februari, maart zijn warmer als 40 jaar geleden. Precies. En merk je ook dat de natuur zich daarop aanpast? De natuur past zich erop aan. Hè? Bijvoorbeeld de sneeuwklokjes, krokus, die bloeien veel eerder als vroeger. Maar ook andere planten. Dat wil niet zeggen dat dat alle planten doen. Want de meeste planten die hebben toch een temperatuurklok. Dat wil zeggen, ze hebben een hoeveelheid warmte nodig om te ontwikkelen. Sneeuwklokjes, krokus is dat maar heel weinig. Hè? Als het heel vaak een paar dagen mooi weer is, gaan ze zich. Maar bijvoorbeeld korenbloemen. Dan denken ze al van, we moeten eruit. Ja. Ja. Maar om dat tegen te gaan, hebben we bijvoorbeeld planten die in de zomer bloeien. Die moeten zeg maar 20 dagen warmte hebben voor ze zich gaan ontwikkelen. Het wil niet zeggen dat alle planten nu maar beginnen te groeien. Nee, precies. Maar is het ook een gevaar voor de sneeuwklokjes bijvoorbeeld, dat ze nu al denken van ik kan eruit komen, terwijl bijvoorbeeld krijg je nog weer een bak sneeuw op je dak? Sneeuwklokjes kunnen wel heel wat hebben. Ja. Maar andere planten die vroeger komen en dan komt, die beginnen uit te lopen. En je krijgt half maart nog een vorstperiode. En dat kan maar, hè? Dat kan. Dan heb je heel veel schade. En dat gaat vooral dan de exoten die hier naartoe gegaan zijn, die de mensen al naar buiten zetten. Planten die uit het Middellandse zeegebied komen, die worden buiten gezet. Kan allemaal. Mm-hmm. Die krijgen wel echt een optaten. Ja, ja, ja. Ik begreep ook dat er een bijzonder verhaal is rondom de bonte vliegenvanger. Dat is even een voorbeeld. Hè? Dan gaan we al wat verder. Dan gaan we echt over klimaatsverandering hebben. Dat is echt wel gaande. Het is hartstikke leuk. Dat mooie weer. We genieten er allemaal van. Maar er zit ook een andere kant aan. Maar er zit ook een nadeel aan. Nou, bijvoorbeeld de bonte vliegenvanger. Vogeltjes zwart-wit. Die overwintert in Afrika. En die komt hier naartoe om te broeden. Maar die ziet niet wat hier aan de natuur verandert. Hij komt hier naartoe om de eieren te leggen. En die krijgt jongen. En die kreeg vroeger altijd jongen als eiken net in blad kwamen. En als eiken in blad komen, dat is misschien wel eens opgevallen, zitten heel veel rupsen in. Mm-hmm. Alle rupsen die die bomen soms helemaal kaal vreten. Dat is natuurlijk een ideaal voedselbron voor al de jonge vogels van de bonte vliegenvanger. Maar hij komt dus nu te laat. Omdat die eerder gebloeid hebben, die bomen? Ja, die komen 3 weken eerder. Die rupsen zijn dan al vlinders geworden? En die rupsen zijn inderdaad vlinders geworden. En die bonte vliegenvanger, die ziet niet in Afrika 6000 kilometer hier vandaan dat die eiken. Dus hij komt eigenlijk te laat. Dus hij moet dan ander voedsel gaan zoeken. Wat veel minder voorradig is. Dus dat is nadelig voor de jongen.
bonte vliegen vangen. En wat gebeurt er dan? Heb je daar een beeld bij? Dan komen er minder. Dan zijn er minder. Nu zijn er veel minder bonte vliegenvangers als 40 jaar geleden. Mm-hmm. En wat is daar dan bijvoorbeeld weer het gevolg van? Is dat een soort van, wat we noemen het butterfly effect? Dat je ziet dat steeds meer... Dat is een voorbeeld van veranderingen. Ja, ja. En we zien wel daardoor dat er ook minder vogels trekken door. Of ze komen niet meer. Ja. Dus dat je minder soorten, aantal soorten vogels in je bossen hebt. Als bijvoorbeeld de koolmees, die kennen we allemaal. Die heeft eigenlijk hetzelfde. Die moet ook hebben van die rupsen. Maar die gaat ongeveer nu al een week eerder broeden als vroeger. Ja. Dus die... Terwijl die heeft bijvoorbeeld eikenprocessierups genoeg in bepaalde... Ja, maar die kent je nog niet. Oh, oké, dus je moet er nog kennis leren maken. Dat is ook weer een voorbeeld van nieuwe soorten, warmte. Nou, die eikenprocessierups die komt uit Frankrijk. Die verplaatst zich vrij snel. Die vindt ideaal hier. Die heeft nog geen natuurlijke vijanden. Ja. Bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk, als je daar op vakantie gaat, heb je geen last van de eikenprocessierups. Die zit daar wel, maar die heeft gewoon een natuurlijke vijanden. Ja. Die wordt daar in toom gehouden. En dat komt hier ook wel, maar dat duurt nog een tijdje. Ja, precies. Ben je nou meer een plantenman of een vogelman? Of een dierenman? Misschien moet ik het zo zeggen. Ja, voor oorsprong een plantenman. Het is wat makkelijker, hè? Moet oppassen wat ik zeg naar mijn vrienden de vogelaars toe. Maar een vogelaar praat altijd in verleden tijd. Daar vloog, hè? En daar zat en dan hoorde ik. En de plantenman kun je even bijgestaan. En als je het niet weet, maak je foto rustig. Ik ga thuis, of je neemt, als het mag, kan, een stukje mee. Dan kun je thuis nog eens goed bekijken wat voor soort is dat. Ja, precies. Ja. Ja, dat is leuk. Maar helemaal niks ten nadele van de vogel. Maar dat is ook wel, het is ook heel leuk. Als je zo vanmorgen rondloopt en je hoort de eerste vogelgeluiden, is ook prachtig. We hadden ook even over die vogels gesproken. Volgens mij is dat dan elk jaar in januari wordt de tuinvogeltelling gedaan. Hè? Klopt. En ik geloof dat dit jaar is er weer een top 5 aan vogels. Is die weer hetzelfde als... Er zat iets, ik weet het niet uit mijn hoofd. Zat ik heb hier de landelijke score. 1, huismus. Ja. Dus die is dan het meest gezien. Daar gaat het om, denk ik. Dat verbaast me nog, want met de huismus gaat het helemaal niet zo goed. Nou, blijkbaar toch wel. Ja, toch landelijk wel. Ja. Koolmees. 2. Nou. 3, pimpelmees. Ja. 4, merel. Ja. 5, vink. Vink. Nou, ja, dat zijn inderdaad de soorten die je het meest ziet. Ja. Is dat elk jaar hetzelfde? Wel, het is een beetje de top 2000. Hè? Wat we allemaal wel kennen. Ook altijd zelf bij de vogels ook. Waarom doen we het dan, zo'n tuinvogeltelling? Het wordt georganiseerd door de vogelbescherming. Hè? En je krijgt wel inderdaad een goed beeld. Dat we ontzettend veel mensen tellen. Een goed beeld hoeveel vogels er zijn. Hè? Van een soort... En het is natuurlijk ook een hele goede promotie naar de natuur, naar de vogels toe. Mm-hmm. Ja. Dus de betrokkenheid dit jaar, dit jaar was het vooral in de tijd van corona. Iedereen zat thuis. En er was ontzettend veel belangstelling. Dus heel veel ingestuurd aan waarneming en tellingen. Ja. Ja, zie je meer dat meer mensen de natuur ingaan dan anders, volgens mij. Maar tot slot, Harry. De komende dagen wordt het ietsje frisser. Maar het blijft wel droog en ook zonnig. Waar moeten we op letten als we de natuur intrekken? Geniet ervan. Belangrijk. Het is, als je vogelgeluiden wilt leren kennen, is het nu nog ideaal. Want niet alle vogels zingen er nog. Een heel aantal vogels moeten natuurlijk nog komen, hè, uit Zuid-Europa. Dus het is je kunt ze nog onderscheiden. Er zit nog geen blad aan de bomen. Dus je kunt ze ook nog zien. En dan kun je nog denken, hé, dat is een vink, dat is een winterkoning. Dat is nu nog wat makkelijker. Als je in mei begint, is het één... De cafés zijn dicht, maar de pubquiz kun je nu in de natuur doen. Dat klopt, ja. Maar mensen genieten van. Houd afstand, hè, want het is heel druk in de treinen. In de natuurtreinen en parken. Maar het is prachtig. En we hopen door al die belangstelling... dat ook de belangstelling voor de natuur en natuurbescherming weer toeneemt. En dat die blijft. En dat die blijft. Harry Koster, dank. En veel plezier de komende tijd nog. Ja, graag gedaan.